Als normaliter door een onderbewuste spier gedaan wordt, om het zo maar te noemen. En die spier die blijft dan gespannen totdat die weer opnieuw geprogrammeerd wordt. En dat is meestal door een houding of een beweging of een gedachte op te pakken. Mijn naam is Luc Sala en dit is Mystère Media. We gaan in de komende weken en hopelijk maanden een aantal programma's doen met dokter Van Nieuwenhuizen. Dat is een arts, maar ook een ingenieur. Iemand die op het grensvlak van de normale geneeskunde en de alternatieve geneeskunde onderzoek doet en mensen helpt. We doen dit programma omdat we het gevoel hebben dat die alternatieve geneeskunde vaak niet uit de verf komt. Vaak in een hoekje gezet wordt. En er zijn toch een heleboel andere manieren om mensen te genezen die wel werken of net zo goed werken als wat we dan de reguliere geneeskunde noemen. Dokter Van Nieuwenhuizen heet verder gewoon Otto, dus zo zullen we je ook maar aanspreken. Otto, beschrijf jezelf even. Onderzoeker, geïnteresseerd in vernieuwing, maar ook heel geïnteresseerd in het kijken wat, naar de verbanden van wat er al bekend is. En grensverleggend onderzoek. In korte termen een soort verkenner in de wildernis, maar dan van de wetenschap. En dan van de wetenschap van de geneeskunde, niet de wetenschap van bruggenbouwen? Nou, ik zou zeggen de geneeskunde in het algemeen, de wetenschap in het algemeen eigenlijk. Want ik ben wel begonnen met het bruggenbouwen. En de reden dat ik de geneeskunde ben gaan doen, is ook omdat ik met een probleem in de logica zat. Dus voor mij was het kiezen om geneeskunde te gaan studeren, niet om dokter te worden of om mensen te genezen of dat soort dingen. Maar meer om te kijken hoe het menselijk lichaam werkt en hoe het oplossingen geeft voor de manier waarop wij de werkelijkheid waarnemen. De reden daarvoor is vrij simpel, want op het moment dat je met wetenschap bezig bent, dan is het heel makkelijk om modellen te maken. En je kunt heel eenvoudig modellen maken die gewoon nergens op slaan. En de geschiedenis staat vol met dat soort modellen. Dus ik zat te zoeken naar een manier om iets te vinden waardoor je kunt kijken, eigenlijk van tevoren al, of een model werkelijk is of niet. Als wanneer je dat zegt, dan heb ik het gevoel dat je bedoelt dat ook in de reguliere geneeskunde een heleboel modellen gebruikt worden die we een keer ontwikkeld hebben, waar we in geloven, maar die niet kloppen. Ja, en ik heb zelfs het idee dat je dat voor de wetenschap als geheel kunt zeggen. Dat is nogal drastisch. En zeg je dus eigenlijk dat de wetenschap, waar we in Nederland al, ik geloof sinds de 15e eeuw of lange universiteiten voor hebben, waar heel veel mensen hun brood in verdienen, waar we proefschriften schrijven, je bent zelf aan een proefschrift bezig, waar je alle mensen met mooie titels, professoren en doctoren, dat in essentie niet klopt? Ja en nee. Net zoals je, om een vergelijking te leggen, kunt zeggen dat iemand gezond en ziek tegelijkertijd kan zijn. En de manier waarop ik het bekijk is, natuurlijk klopt het wel. Natuurlijk is de wetenschap waar, de geneeskunde zoals wij die hier kennen als reguliere geneeskunde, is ook waar. Maar er zijn tegelijkertijd ook andere dingen die ook waar zijn, die niet ontkend hoeven te worden of die niet gekend hoeven te worden, omdat ze waardevol zijn. Maar is het nou niet zo dat bijvoorbeeld de geneeskunde de laatste jaren veel meer van die andere waarheden, die andere modellen toelaten? Het is toch niet meer zo, ook in mijn ervaring niet, dat als je naar een dokter gaat en zegt, nou, ik wil behalve die chirurgische ingreep ook bijvoorbeeld een dieet gebruiken, dat ze dat best toejuichen. Zeker, en het wordt ook steeds meer en het wordt ook steeds duidelijker. Het enige waar de wetenschap, de reguliere geneeskunde om het zo maar te zeggen, af en toe mee zit, is dat ze het niet kunnen verklaren. En het punt waar ik veel mee werk is dat er een hele hoop dingen wel werken, maar niet verklaard zijn nog. Laat ik even dat proberen. He, iemand komt in het Anton van Leeuwenhoek ziekenhuis, heeft een aandoening, kanker. Zegt, daar wordt naar gekeken, er wordt allerlei onderzoek gedaan. Dan wordt er gezegd, we gaan dat stukje eruit snijden. Aan de andere kant, als mensen dan zeggen, ik wil dit dieet doen of die visualisatietechniek, dan hebben ze de doktoren daar trouwens daar een positieve houding op. Die zeggen, nou meneer, mevrouw, u moet dat zeker doen, want alles helpt. Zeker. Maar je hebt niet het gevoel dat ze er echt in geloven. Het is meer van, nou, het kan geen kwaad en als u zich daar beter mee voelt, moet je dat vooral doen. Zeker. Ik denk dat het, wat je zo beschrijft, het komt niet zoveel voor. Het begint gelukkig steeds meer voor te komen.
Maar het is nog steeds de individuele arts die als het ware zijn eigen blikveld verruimd heeft, die naar meer is gaan kijken. Dus dat zijn incidentele gevallen, bedoel je? Op het moment nog wel, want het zit bijvoorbeeld niet in de opleiding op die manier dat het werkt. Het onderzoek ernaar is op het moment ook maar heel mondjesmaat. En dat is ook een beetje, zeg, de brugfunctie waar ik aan bezig ben. Om zeg, een vertaling te geven tussen de reguliere geneeskunde zoals we die hier dan kennen, waar ik ook in ben opgeleid. En wat ik dan niet de alternatieve geneeskunde noem, maar geneeskundige alternatieven. Dus ik gebruik zelf ook het woord alternatieve geneeskunde niet in die betekenis. Omdat voor de manier waarop ik het bekijk, de reguliere geneeskunde of de academische geneeskunde zoals dat hier bekeken wordt, gewoon een van veel alternatieven is. En dan bedoel je bijvoorbeeld, laat ik eens noemen eens wat, yoga, ayurvedische geneeskunde, wat bedoel je dan met alternatieve geneeskundes? Ja, dus niet alternatieve geneeskunde, maar geneeskundige alternatieven. Geneeskundige alternatieven. Ja, ja, nee, het is, er zijn een hele hoop mensen die dan toch terugvallen in wat hier op het moment veel gebruikt wordt. Maar het is echt, het zijn alternatieven van geneeswijzen. Ze werken allemaal. En net zoals de reguliere geneeskunde hebben ze allemaal een gebied wat ze heel goed kennen, waar ze heel goed in zijn. Maar ze hebben ook allemaal een soort eindigheid. Op een gegeven moment houdt hun kennis op of hun ervaring houdt op. Maar dat wil niet zeggen dat de geneeskunde aan zich, als geheel, dat die ophoudt. Omdat het is gewoon de geneeskunde volgens dat model die niet verder kan. Omdat het verklaringsmodel niet verder kan. En dat is dus iets waar ik ook vanuit mijn wetenschappelijke opleiding als ingenieur veel mee te maken gehad heb. Van wat is nou een verklaringsmodel waard? Je probeert toch een soort logische verklaring te vinden waarom dat soort dingen wel werkt. Sterker nog, de reden waarom ik hier in die geneeskunde gekomen ben, was omdat ik in eerste instantie geïnteresseerd was in logica. En specifiek een logica die niet gebaseerd was op ja en nee. Want ja, de wetenschap zoals wij die kennen is gebaseerd op die logica. Het is of ja, het is of nee. En er zijn ook andere vormen van logica die even goed waar zijn. En noem eens een voorbeeld. Dan praten we dan over het woord fuzzy logic, waarbij je zegt het is ongeveer waar of ongeveer niet waar. Ja, ja. En er zijn multivalente logica, zoals die heet. Van degene die ik gebruik is er een die heeft vier waarden. En dat is dan ja, nee, misschien en ik weet het niet. En daarmee kan je dus ook aansluiting krijgen naar die andere soorten van logica. Hè? De fuzzy logic van misschien is het een beetje dit, is het een beetje dat. Of ik weet het niet. Want dat is maar even duidelijk maken, de logica waar je over praat is ook een consistente logica. Het is niet een bedenksel, dat is ook iets wat wetenschappelijk in zichzelf consistent is. Klopt. Ja, ja, ja. Sterker nog, het is zo consistent dat het, daar kwam ik later pas achter, dat het al duizenden of misschien honderdduizenden jaren bekend is. Ik kwam er later achter dat die vier onderdelen, die vier elementen van die vierdimensionale logica, zoals ik die dan tegenkwam, in de oudheid al bekend was. Dat is de alchemie. En elke cultuur kent het. En elke cultuur heeft er vanuit zijn eigen culturele groei een andere vorm voor, een andere beschrijving voor of een andere benaming voor. Ja. Maar de principes kan je vanuit die logica herkennen. De samenhangen zijn hetzelfde, de manier waarop het spiegelt zijn hetzelfde enzovoort. Ja. Brengen we dat even naar gewoon de praktijk toe. Gisteren zag ik op de televisie een programma over voodoo. En daar trad iemand in op en die heet Chakma Windrum. Mm-hmm. En die had daar een andere naam, Claire Francis of zo. Maar ze is hier bekend als Chakma Windrum. En die is hier ook toevallig op deze ruimte in het ministerie geweest. En mm-hmm. heeft daar ook rituelen gedaan. Ja. Alleen toen noemde men dat minder voodooïsme als shamanisme. En ik begrijp ook omdat het woord voodoo een beetje raar klank heeft, maar ze blijkt dus inderdaad een geïnitieerde priesteres te zijn in voodoo. Ja. En ze was in Benin, in Afrika. En je kon dus zien hoe daar de mensen genezen werden met vreselijk gecompliceerde, wat wij zouden noemen, rituelen, veel gedoe eromheen, dode kippen, eigenlijk een heleboel poespas, een heleboel theater erover. En toch zeiden die mensen dat ze heel veel patiënten kregen die verwezen waren door de reguliere geneeskunde, die gewoon zeiden van nou, deze persoon kunnen we niet meer helpen, die heeft zo'n vaag of een complex klachtenpatroon, hier kunnen we er geen raad mee. En dan kwam zo'n voodoo-dokter, zo'n voodoo-priester, en die kon er wel wat mee. Is dat nou, past dat in jou? Dat is heel logisch. Dat wil ik zeggen waarom het heel logisch is. Nou, laat ik even een vertaling geven van de manier waarop ik dat vanuit die reguliere geneeskunde ben tegengekomen. Om daarmee een brug te kunnen leggen van de reguliere geneeskunde via de Ayurveda, zoals die in India uit de filosofie van de yoga ontwikkeld is,
En via de acupunctuur, zoals die gekoppeld is aan Taoïsme uit China, naar het shamanisme zoals dat over de hele wereld bekend is. In principe kan je zeggen dat, het is heel makkelijk om dat op je vingers na te tellen, om het zo maar te zeggen. Als je een rijtje hebt van de reguliere geneeskunde, Ayurveda, acupunctuur en shamanisme, dan zie je ook direct het verband tussen de geneeskunde die heel veel kijkt naar de vaste stof, naar de mens als anatomie. Naar de mens als machine? Als machine, als object, als ding. Maar dus ook iets dat in de ruimte bepaald is en dat eigenlijk gekoppeld aan de reguliere wetenschap zoals we die hier kennen, dood is. Want de wetenschap die heeft zich natuurlijk gericht op herhaalbaarheid. En in feite komen we dan op een dode wetenschap. De Ayurveda, de acupunctuur en het shamanisme, die gebruiken die wetenschap niet, vandaar dat deze wetenschap het ook niet kan verklaren. Maar als je verder gaat kijken, want eigenlijk heb je in de wetenschap hier een ontwikkeling gehad. Vroeger had je het klassieke mechanistische model. En dat wordt voor vele mensen nu nog voor de wetenschap gehouden. 100 jaar geleden is de relativiteit gepresenteerd. En dat was als het ware alsof de wereld die daarvoor eerst vierkant was, en dan val je eraf. Zo hield de wetenschap op een gegeven moment op. Het stond niet in het boek, dan was het niet waar. En toen kwam Einstein en die ronde dat af. Je kreeg zeg, een rond wereldbeeld zoals Columbus dat ook gepresenteerd heeft, het laten zien, bewezen heeft. En die afronding van de relativiteit is hier al 100 jaar bekend. Maar de relativiteit die kijkt op een heel andere manier naar de werkelijkheid. Die kijkt naar processen, die kijkt naar veranderingen, die kijkt naar uitwisselingen. En eigenlijk is hun focus meer aan tijd gekoppeld, bewegingen. Maar nu was het natuurlijk leuker dat Einstein degene was die zei dat tijd, of in ieder geval een deel van de beleving van tijd, kan dan wel gekromd kon zijn in de ruimte, maar hij accepteerde toch nog één vastigheid, namelijk is, er kan niet sneller bewegen dan het licht. Dus hij, binnen zijn algemene en speciale relativiteitstheorie, introduceerde die toch weer een vastigheid, een nieuw vast punt. En wat ik nu begrijp van de wetenschap van de laatste 10, 15, 20 jaar, is dat ook die relativiteit van tijd en van snelheid ter discussie staat. En dat bijvoorbeeld theorema van Brown, waar gezegd wordt, de non-locality. Je zou je kunnen voorstellen dat er dingen gebeuren die sneller gaan dan de tijd. Dat klopt. Het sneller gaan dan het licht, in een andere ruimte zitten. Dat zijn ook de vervolgstappen van die filosofie of die benadering, zoals je beschrijft, zoals je die gebruikt. Want die veelvoudigheid is ook eigenlijk gebaseerd op het idee van de kwantumtheorie. Aan de kwantumtheorie, in het beeld wat ik gebruik, zegt Einstein, die heeft een afgeronde werkelijkheid als een soort waterdruppeltje van gemaakt. En een beetje vergelijkbaar met wat Columbus dan gedaan heeft voor de wereld. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment is Armstrong naar de maan gegaan en die heeft zich de overgang van het ene bolletje naar het andere bolletje gemaakt. Dat is wat de kwantumtheorie mogelijk maakt. Die zegt van je kan van de ene werkelijkheid naar de andere gaan, maar soms is het heel lastig om die stap te maken. Dan moet je hier een raket stappen en dan kan je aan de andere kant de raket uitstappen en sta je op de maan. Maar in de werkelijkheid zoals we die kennen is dat voor een hele hoop mensen nog een raar begrip. Dat je verschillende werkelijkheden kunt uitwisselen. Maar de kwantumtheorie geeft er wel de mogelijkheid voor. En wat? Nou, gewoon als fysicus. Ja, maar niet als fysicus zeg je. Van, pakken we die zo meteen op. Pakken we die weer op. Verschillende werkelijkheden daartussen stappen, dat klinkt een beetje psychedelisch. Dat zijn de ervaringen die mensen in trans toestanden hebben. Ja, en dat is ook precies de stap die we maken, of het moment dat we overgang maken van regulier naar Ayurveda, naar acupunctuur, naar shamanisme. De regulier die staat buiten de werkelijkheid, en de shaman die is één met de werkelijkheid. De shaman, de mystiek, de woorden zijn uitwisselbaar, maar het is het verschil of je objectief kijkt naar de werkelijkheid, of dat je de werkelijkheid van binnenuit beleeft. En de relativiteit en de kwantumtheorie, die maken als het ware de relativiteit, die loopt zo langs de rand van de werkelijkheid al. En die kan zo een beetje naar de rand gaan kijken. En de kwantumtheorie die zit zich altijd af te vragen hoe je die sprong kan maken. Maar de mysticus of de shaman, die maakt die sprongen dieper in. En komt dan in een heel ander contact met de werkelijkheid. Waardoor die ook heel andere dingen kan doen. Wat je eigenlijk zegt is, die reguliere geneeskunde ziet de mens als een machine, als een dood ding. Je drukt op dit knopje, dan gebeurt er dat. Allemaal mechanische modellen. Je geeft pilletje A, dan gebeurt er dat. Maar dat is een te beperkt idee. Je moet veel breder kijken. Of je kunt veel breder kijken. En dat is ook valide. Ja, laat ik het zo zeggen. De woordkeuze die je neemt, die strijkt een hele hoop mensen tegen de haren.
Want dan is het net alsof de reguliere geneeskunde, de reguliere wetenschap, de klassieke model niet waar zou zijn. En dat is niet zo. Het is wel waar, maar het is een bepaald beeld op de werkelijkheid. Ja, maar dat gevoel krijg je wel eens bij andere geneeswijzen, dat ze ook een beetje zeggen, ja, maar die klassieke geneeskunde geeft geen oplossingen voor AIDS, voor kanker, voor een aantal ziektes. Dus dat is niet goed. Dat zeg je niet. Jij zegt, nee. Hun model kan het niet aan. Het is niet dat de genezers niet goed zijn. Die genezers zitten vaak heel goed werk te doen. En die genezers zijn vaak heel enthousiast in wat ze doen. Maar vaak zijn ze beperkt door het verklaringsmodel wat ze gebruiken. En door de reglementeringen die daaromheen zitten. Er zijn ook, zij het mondjesmaat beginnend, genezers die verschillende geneeswijzen combineren. En dat is een beetje het werk waar ik aan begonnen ben, om te laten zien dat ze allemaal gelijkwaardig zijn en hoe je als het ware de stap van de een naar de ander kan maken. Weet je dat model in de kermis, je hebt dat Luna Park, Cakewalk, hebben dat apparaatje zo omhoog kan gaan. Het is net als je maar goed weet op welk moment je kan overstappen, dan kan je instappen op de andere geneeswijze. En op die manier lijken ze dus los van elkaar te staan, los van elkaar te bewegen. Maar als je het ritme kent, als je het foefje kent, dan kan je dus heel makkelijk de reguliere, de Ayurveda, de acupunctuur en shamanisme combineren. Op dezelfde manier als je in de wetenschap ziet dat het klassieke model is van de wetenschap, de relativiteitstheorie, de kwantumtheorie en de veldtheorie. Ze worden op het moment allemaal naast elkaar gebruikt. Als je het vanuit een ander perspectief ziet, dan zie je dat het gewoon verschillende aspecten van hetzelfde zijn. Die ook hun eigen toepassingsveld hebben. Want precies. De kwantumtheorie hoef je niet los te laten op twee blokjes ijzer die tegen elkaar gaan. Maar moet je wel loslaten op heel statistische processen. De relativiteitstheorie hoef je ook niet bij normale snelheden. Tenminste, dan merk je er niks van de afwijkingen. Pas als je heel snel of heel langzaam gaat, dan merk je dat die theorie daar geldigheid krijgt. Ja. En dat is dus ook wat ik in de wetenschappelijke kant van mijn speurtocht tegenkom. Dat het klassieke model dat houdt bij voorspelbaarheid, causaliteit en verder wordt er niet over gepraat. Het relativistische model, dan mag het eigenlijk al wat speels mee omgaan. Maar zoals je al zei, Einstein die heeft het nog wel vastgelegd aan die vaste lichtsnelheid. Er zijn op het moment al fysici die daar voorbij gaan. Dus die al lang werken met licht dat sneller dan de lichtsnelheid gaat. En die daar ook heel goede resultaten mee hebben. Eigenlijk krijg je dat je daarmee ook de stap kan maken naar andere omgevingen. En er zijn bijvoorbeeld voor de kwantumtheorie. Het grote probleem van de kwantumtheorie is dat je niet iets kan verklaren wanneer allemaal dingen op verschillende manieren tegelijkertijd bezig zijn. Dan middelt het uit en kan je geen kwantumeffecten zien. Maar er zijn bijvoorbeeld op het moment ook vindingen van mensen die in supergeleiders bij kamertemperatuur werken en zien dat kwantumeffecten op grote schaal te zien zijn. Dat is voor heel mensen nog heel onduidelijk. Maar het laat wel zien dat het heel waardevol is om die kwantumtheorie als model te hebben, want op een gegeven moment herken je het. Goed. En die veldtheorie, terug naar de geneeskunde, want nu ik wil die veldtheorie er wel nog aanknopen. Ja. Vertel het. Het is wel handig om even een beeld te hebben van die veldtheorie, omdat dat juist de mogelijkheid maakt voor die synthese van die verschillende geneeswijzen. Dan pakken we die zo meteen op. Die veldtheorie, dit is een tijd geleden ontwikkeld vanuit superstrings. En er zijn andere woorden voor. Eigenlijk is dat het model dat alles trillingen is. En dat alles met alles in verband staat. Ja. En dan krijg je dus dat je naast elkaar vier modellen hebt staan. Het model van de veldtheorie waar alles trillingen is, alles met elkaar in verband staat. Maar dan kan je dus net als de mysticus geen onderscheid maken tussen jezelf en God en de rest van het universum, om het zomaar te noemen. Terwijl als je dan wetenschapper bent, dan zit je van buiten te kijken en dan kan je dat onderscheid heel goed maken. En waar ik dus mee bezig ben, is het soort maken van een ladder of een wisselstation waar je van de ene werkelijkheid naar de andere kunt gaan. En eigenlijk gaat het mij om te laten zien hoe dat in de wetenschap kan, maar een specifiek toepassingsgebied waar ik dat op aan het testrijden ben, omdat het daar heel makkelijk te zien is de geneeskunde. En dan kan je dus zien, om daarop terug te komen, dat de sjamaan die is dus vereenzelvigd met het universum en via zeg zo'n veldtheoriemodel zit hij gewoon resonant uit te wisselen met een ander. Voelt hij de ander, en dat kunnen mensen ook leren, en dan kan je ook voelen wat er in jezelf verandert op het moment dat je in contact bent met een ander. En soms kan je door dat gevoel op te pakken, in die ander ook al gezondheid overdragen. Dus dat is een van de modellen waar ik ook aan werk, om gezondheid besmettelijk te maken. Om gezondheid besmettelijk te maken? Ja. En dat is dus door gebruik te maken van die hele andere mogelijkheden die andere geneeswijzen hebben. Nou, in het Westen
zeg maar de normale praktijk gaat het zo dat er een aantal mensen zijn die dit soort dingen doen, aan yoga doen, ayurvedische geneeskunde gebruiken. Mm-hmm. Maar de meeste mensen die gaan er pas serieus naar kijken op het moment dat er een soort ramp in hun leven gebeurt. Want dan hebben ze kanker, AIDS, een rare ziekte waar niemand wat voor kan doen. En dan, dan lopen ze tegen de grenzen van de geneeskunde op. Want die zegt dan op een gegeven moment van ja, nu hebben we geen pilletjes meer, nu moet je er maar mee leven of niet, of mee doodgaan. Dan maken ze die sprong en dan gaan ze verder kijken. En dan krijg je vaak een heel wild om zich heen slaan. Aan de ene kant dieet zus en pilletjes zo en levenswijze zo, visualisatietechnieken. Ja, ja. Dat komt vaak een beetje paniekachtig over dan. Ja, ja, het is, ik had het eerder over die sprong in de diepe. Dit wat je nu beschrijft is echt iemand die zo met zijn handen om zich heen zit te grijpen terwijl hij in diepe valt. En dat is ook heel gekoppeld aan het beeld van de werkelijkheid vierkant als een boek en op het moment dat het eind bereikt val je eraf. Want er zit natuurlijk een heel directe koppeling tussen de cultuur zoals ze die hier hebben, het cultuurerfgoed en de manier waarop mensen hebben leren denken. En het probleem is niet dat die mensen ziek zijn, het probleem is niet dat de geneeskunde hier zijn beperking heeft, maar het probleem is dat er geen deuren en ramen zitten tussen die verschillende werkelijkheden. Want op het moment dat je... Je moet als het ware, wil je zo'n ander mensbeeld, een ander geneeskundig beeld accepteren, moet je er wel blind instappen dus. Het ligt eraan waar je geboren bent. Want voor iemand die in China geboren is, met het Taoïsme is opgegroeid, dus ziekte kent als een balansproces altijd, dat heel quantum relativistisch beschouwd kan worden, zoals wij dat zouden noemen. Die hebben het probleem bijvoorbeeld met kanker en AIDS niet op de manier waarop we dat hier hebben. Hun benadering, hun antwoord erop is ook heel anders. Zo even zei je van het is een ongeneeslijke ziekte of ongeneesbare ziekte. Dat is hier het model, maar dat is niet overal het model. Maar waarom lees ik dan in de statistieken niet dat er bij wijze van spreken in China minder AIDS-patiënten sterven? Hebben ze er meer succes mee uiteindelijk? Of gaan ze er heel anders mee om? Tellen ze het niet? Er zijn zoveel dingen die meespelen. De mensen van hier lezen de nieuwsberichten van daar minder. Het is ook zo dat er zijn een hele hoop mensen al genezen van AIDS en van kanker. Maar ja, voor mij is dan ook de vraag, ik ben een paar jaar geleden in Amerika geweest, rondreis gemaakt, allerlei mensen meegemaakt, tegengekomen die daar AIDS en kanker genezen hebben. Goed resultaat mee hebben en die gebruiken allerlei dingen die hiervoor onmogelijk gehouden worden. Die gebruiken licht, die gebruiken magneten, die gebruiken geluid, die gebruiken gebed. Het schijnt niet uit te maken wat je toepast, maar het werkt. Wacht even, mag ik daar afleiden dat als degene die het slachtoffer is of degene die behandeld wordt en degene die behandeld samen ervan overtuigd zijn dat iets werkt, dan werkt het? Dat is iets wat in onderzoek, ook in de reguliere hoek, heel duidelijk naar voren gekomen is. Dat op het moment dat de arts de patiënt opgeeft, zeg maar wordt afschrijft, heel onelegant, dan is de kans voor de soort ondersteuning naar die patiënt om zichzelf in het leven te blijven staan, heel moeilijk. Terwijl op het moment dat ze het gevoel hebben, zekerheid hebben, weten hebben, dat iemand nog met ze meedoet om te kijken hoe ze dat groeiproces in het lichaam weer tot balans kunnen brengen, is het heel anders. En op zichzelf... Daar zouden we al een hele opname aan kunnen besteden aan hoe zo'n lichaam groeit en wat erin gebeurt, hoe die uitwisselingen zijn, waarom sommige ziekten daar zitten en andere ziekten daar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook het verschil, want een definitie van AIDS of kanker, dat is een definitie volgens het model hier. Maar in de Ayurveda, daar hebben ze een andere beleving van het lichaam. Want dat is al door wat je uitwisselt met de omgeving. Wat je opneemt, wat je uitgeeft, wat je er binnenin te veel vasthoudt of te veel hebt uitgegooid. Dus altijd is meer een procesmatig model dan... Ja. Maar als ik je nou zo hoor, dan zeg ik, nou, aan de ene kant hebben we dan de geneeskunde die zegt, we snijden daar of we geven een pilletje of we gebruiken deze of gene therapie. Dat is één methode om met ziekte om te gaan. En aan de andere kant zeg je, zijn er ook methodes waarbij je wat je doet helemaal niet belangrijk is, maar waarbij je een soort contract maakt, een soort deal met de geneesheer. Hij geneest jou en jij gelooft dat hij je geneest. En in dat geloofproces, en dat wordt dan heel spiritueel of religieus bijna, zit de oplossing. Zoals je het zo bewoord, is het heel moeilijk om daar een open antwoord op te geven.
Want het is wel waar wat je zegt, maar het is ook niet waar wat je zegt. Laat ik zo zeggen, de koppeling tussen de genezer en de patiënt is heel belangrijk. En het is zeker belangrijk dat de genezer zijn werk goed doet, naar zijn beste vermogens. En de genezer gebruikt daarbij vaak een verklaringsmodel. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om te zien waar het verklaringsmodel stopt. Want er zijn ook genezers, ook van de reguliere genezers zoals wij die in West-Europa kennen, die rustig dingen doen die volgens het verklaringsmodel niet mogen. Het debat over de euthanasie is ook ontstaan omdat artsen al dingen deden die in feite niet mochten. Op diezelfde manier zijn er artsen die middelen gebruiken, bijvoorbeeld homeopathische middelen of misschien wel acupunctuur of andere dingen die volgens het ziekenfondspakket hier niet zouden mogen. Maar het gaat er helemaal niet om of het volgens het ziekenfondspakket mag. Het ziekenfondspakket is alleen maar een stroomleiding van een ondersteuning van gezondheidszorg. En ik heb zelf het idee dat het veel belangrijker zou zijn om een ondersteuning van de gezondheidszorg te geven door onderwijs. Maar dat zou ook een uitzending op zich worden. En het gaat er dus om de, ja, je zegt van het geloof tussen de genezer en de genezende. Ja, in de veldtheorie is dat precies wat je doet. Je moet in hetzelfde veld staan in die theorie om resonant te kunnen zijn. En resonantie, dat is die doorgaande trilling die het universum dan vult. En alle religies hebben daar hun beschrijving van. Maar als je meer specifiek wil worden, dan kom je dus meer aan een kwantumtheoretisch model van wat voor een overgang moet je dan doen? Wanneer kies je welke geneeswijze? Of wanneer moet je als arts je ene model vervangen door het andere? Dat zijn die kwantumsprongen in de gedachtenwereld. En wat nou het probleem is in het Westen voor ons, is dat er dus weinig artsen zijn, of geneesmensen, of voor mijn part priesters, die een goed beeld hebben van al die verschillende geneeskundes. Klopt. En die kunnen zeggen, nu is het moment waarop je wel of dit, dat of dit moet doen. Wat valt daar nu aan te doen? Want er zijn wel een paar alternatieve doktoren in Nederland die gebruiken smart drugs bijvoorbeeld, of die schrijven dit voor of die schrijven dat voor, of experimenteren wat met deze therapie. Maar je zult als patiënt toch maar geconfronteerd worden met het feit dat iemand vertelt je hebt dit of dat ziektebeeld. Ja. En daar kunnen we verder weinig meer aan doen. Wat moet je dan doen? De menukaart pakken. De menukaart. Is er zoiets als een menukaart? Op het moment niet, maar ik hoop dat het mogelijk is om samen met jou op het internet zoiets te maken. Een soort lijstje waaruit mensen een klein beetje idee kunnen krijgen in welke richting ze moeten zoeken. Ja, specifiek, want een arts die zegt van ik kan u niet, dit is niet geneesbaar, die zegt ik kan u niet genezen. Sterker nog, hij zegt van ik weet niet volgens mijn verklaringsmodel hoe ik hiermee om moet gaan. Soms is het zo dat ze gewoon niet eens weten waar ze mee te maken hebben. Maar een arts die volgens een heel andere filosofie, bijvoorbeeld in India of in China of in een ander land bij de natuurvolkeren is opgegroeid, die ziet heel andere verbanden. En die ziet ook de ziekte niet. Die ziet misschien dat iemand een probleem heeft, maar voor zover die weet is dat iets wat je in 20 minuten oplost. Dus het gaat erom, en daarom heb ik het over die menukaart, dat je op de lijst uitzoekt wat bij je past. En het gaat er niet om dat de chef-kok zegt van dit serveren we vandaag en dat hebben we maar te eten. Maar dat je zegt van nou, ik heb op het moment trek of behoefte aan dat. Ja, want daar kom je bij de rol van de patiënt. Die moet uiteindelijk, hij moet niet die menukaart aan die dokter overlaten, maar hij moet daar als het ware zelf beslissingen nemen. Ja, ja. En ik heb ook het idee, en dat is dan misschien dat we toekomen aan zijn uitzending over geneeskundig onderwijs, dat een hele hoop van wat artsen weten, zegt 80% ervan, die kunnen de mensen op de lagere school, middelbare school al leren. En een van de dingen die de geneeskunde heel duidelijk weet is, voorkomen is beter dan genezen. Maar het is wel raar dat op school leren een hele hoop over allerlei dingen, maar niet over hoe je met je eigen gezondheid kunt omgaan. En er zijn heel makkelijke technieken die je op de lagere school, middelbare school kunt leren om met je eigen gezondheid om te gaan. Zelfs op het moment dat die dingen in groeiontwikkelingen. Dan ga je er toch vanuit dat het logisch is. Toevallig las ik gisteren in de krant ergens. Er was een onderzoek gedaan en dan bleek dat als je dan tomaten nam. Oh wacht, dat was een promotie van een van de pizzabedrijven. En daar stond in dat bewezen was dat je minder alvlees of dit of dat kanker zou krijgen als je geregeld tomatenproducten zoals een pizza had. Nou, interessant. Maar aan de andere kant heb ik ook wel eens gehoord dat het Moerman-dieet juist zegt van absoluut geen tomaten. Nou, ja. Hoe kan je nou als gewoon mens daar onderscheid in maken? Hè? Voor mij zou ik dan kunnen denken, nou, dit is
een foldertje bij een pizzabedrijf. Dus dat is hun eigen belang. Dus dat is misschien wat minder betrouwbaar dan het verhaal over het Moerman-dieet. Maar toch blijf je met een onzekerheid zitten. Ja, ja. Wel zout eten, geen zout eten, wel deze pil, niet deze pil. Volgens deze soort geneeskunde moet je wel beta-blokkers nemen. Volgens die soort geneeskunde vooral niet. Ja. Je kunt holistisch kijken naar mensen. Maar ja, als je dan toch ook je been gebroken hebt, dan moet er dat moet er toch gezet worden. Dat moet dan gewoon een direct ingreep zijn. Ik vind het nogal moeilijk om te weten waar je als gewone burger moet zijn in die hele geneeskundige Santekraal. Dat klopt. Daar kom ik terug op die menukaart. En wat er ook nodig is, is eigenlijk een consumentengids over geneeswijzen. Op het internet is dat heel makkelijk te realiseren, want zo even zei je al dat de geneeswijze op het moment, dat is meer dan een arts kan bevatten. Maar het is niet zo dat al die geneeswijzen meer zijn dan een arts kan bevatten, maar zelfs de reguliere geneeswijze, zelfs een specialisme binnen de reguliere geneeswijze, zelfs een superspecialisme zoals het op het moment al heet, binnen de reguliere geneeswijze, is al meer dan één mens kan bevatten. Als je kijkt wat er aan dagelijkse publicaties per onderwerp binnen een superspecialisme zeggen, bepaalde functie van een hartspiercel in het lichaam of een bepaalde spijsverteringsorgaan in het lichaam, wat daar aan publicatie overheen komt, dat kan niemand meer bevatten. Maar het punt is dat er in de geneeskunde nog een hele hoop overeenkomst zit met de religie van vroeger. Dat er tussen jou en God moet er een priester staan, om het zo maar te zeggen. Het is een heel goed model geweest, het heeft heel veel kunnen doen. Maar dat heeft ook heel lang bestaan, dat model. Ja, en in de geneeskunde bestaat het in zekere zin nog. En in zekere zin, als ik het onelegant mag of wil of kan zeggen, is er in de geneeskunde ook een geloofsoorlog gaande. Want het punt is niet dat er verschillende geneeswijzen zijn. Het punt is dat er vanuit een geneeswijze een verzet is tegen een andere geneeswijze, waar ze meestal te weinig of zelfs niets van weten. Ja, maar wat doe je daar nou aan in de praktijk? Ik liep van de week tegen iets aan. Opvoeding. Mijn ouders hebben Alzheimer en ik zeg dus tegen de dokter, goh, zou u niet, misschien, ik heb er al eens wat over gelezen, deprenil of vasopressine kunnen voorschrijven? Nee, dat is onbewezen en daar beginnen we allemaal niet aan. Op een heel harde manier eigenlijk werd dat afgewezen. Werd het verzoek vanuit de mensen eromheen van, is dat misschien een mogelijkheid? Werd, dat is onbewezen gebruik, daar beginnen we niet aan. Ja. Legt u zich er maar mee neer dat uw ouders of dat uw moeder Alzheimer heeft. En ja, maar ik wil me daar helemaal niet bij neerleggen. Dat is het nare. Want en dat hoef je natuurlijk ook niet. Nee, maar wat doe je dan in zo'n geval? Zeg je dan tegen die dokter van ik ga naar een ander toe of ik vind u het niet goed? Of hoe pak je dat aan? Net wat je zegt. Het is een van veel dokters van een van heel veel geneeswijzen. En het gaat er niet om dat wat die dokter zegt op dat moment waar is. Want je weet niet hoe druk hij het heeft. Je weet niet hoeveel tijd hij heeft om zijn artikelen te lezen. En je weet zeker niet hoeveel artikelen hij leest buiten zijn vakgebied. En er zijn dus ook benaderingen om te zorgen dat de patiënt zelf inhoudsdeskundige wordt, om het zo maar te noemen, expert wordt van zijn eigen ziekte. Dat wil dus zeggen, als de patiënt expert wordt over zijn eigen ziekte, dat hij een veel gelijkwaardige positie ten opzichte van de arts gaat innemen. Ja, en dat is ook wat meer en meer al naar voren komt. Omdat de patiënt die heeft een van binnenuit beleving ervan. Dat is al, zegt de shamanistische kant, is dat je het mystieke ervaring, dat je het ondergaat, dat je het meemaakt. Terwijl de arts het van buiten meemaakt. En het werk wat ik dus doe, is om te zorgen dat er een overbrugging tussenkomt. Waardoor, zegt de kennis van de arts en de kennis van de patiënt elkaar volledig aanvullen. Ondersteund door wat er aan mogelijkheden daarvoor zijn, zoals een internet waarbij je dan kunt uitvinden wat er over die ziekte allemaal nog meer beschikbaar is. Dat je in contact kunt komen met andere genezers en dat je dat zelf of anderen dat voor je een voor jezelf gesloten plaatje kunnen maken, waardoor die ziekte genezen kan worden en je in principe ziekte voorkomen kunt, omdat je in je leefgedrag al weet wat er nog meer meespeelt in ons bestaan. Otto, het is opvallend dat je ook ingenieur bent, want dat soort mensen denken dan in termen van het internet als communicatiemiddel voor geneeskunde. Ja. Dat is iets wat we in de komende weken gaan gebruiken ook. U kunt vragen stellen aan dokter Van Nieuwenhuizen via het internet. U kunt e-mail sturen en we hebben een pagina gemaakt met een aantal punten. En we gaan proberen dat in de komende tijd een beetje te ontwikkelen. Dus als u vragen heeft over specifieke dingen,
En met name over het gebied waarin verschillende geneeskundes bij elkaar komen. Geneeswijzen, geneeskunsten. Dus ja. Bij elkaar komen. Dankjewel, Otto. Dankjewel, Luc. Dankjewel, Bora. Nou, ik moet zeggen dat wat je zegt wel klopt. En dat wel solidair, ja. Ja, dat is inderdaad het probleem op het moment. Dus wat ik nou doe, is dan die chakras of die verschillende, ja, in wiskunde zou je dat vectoren noemen, maar het begint op chakra, dat is dan, eigenlijk is dat wat draait, hè? Dat zit ik dan weer op zijn plek te zetten. Het is net alsof het niet meer op zijn eigen plaats ligt, maar verschoven is, omdat het opzij geduwd is, om het zo maar te zeggen. En door het weer in het centrum te zetten, net als een tol die weer op zijn eigen as gezet wordt.